Ik ga met de kardinaalsmuts naar huis zo meteen. Die krijgt een mooi plekje in mijn tuin. Het was zaterdag, ondanks de regen, een komen en gaan in het Leidse Merenwijkpark. De kinderboerderij was namelijk een van de drie plaatsen waar Leidenaren, net als de wethouder, een zaailing konden ophalen. We zijn als gemeente Leiden samen met een heleboel vrijwilligers een actie gestart om Leidse boompjes uit te delen. Omdat wij vinden dat elke tuin een kruin verdient. En daarom zijn we zaailingen. Dat zijn jonge boompjes die net een jaar ongeveer, misschien iets langer bestaan. Die oogsten we en die delen we uit, zodat elke Leidenaar een boompje op kan halen voor in de tuin of in de straat. Ja, het idee is vorig jaar ontstaan. Toen is Meer Bomen Nu begonnen met een actie om 1 miljoen bomen in Nederland te planten. En ik vond het een hele mooie actie. En die hebben de gemeente gevraagd om daar aan mee te doen toen. En dat is toen niet helemaal gelukt, maar ik vond het zelf wel een hele leuke actie. Dus ik ben met hun mee gaan doen en toen heb ik bedacht dat ze kan hier in het wijkpark ook. Dus ik heb vorig jaar zelf zo'n 230 boompjes geoogst en verdeeld over de stad. En dat hebben ze bij de gemeente ook gehoord. Dus die wilden dat doorzetten naar alle mensen in de stad blijkbaar. Dus elke tuin een kruin was nu het slogan geworden. Ik juich dit alleen maar toe. Ik zou dit in de toekomst alleen maar meer toejuichen. Dat ze dit vaker gaan doen. Uiteindelijk willen we onze kinderen op laten groeien met een zo groen mogelijk stad. Al kan het uitgroeien tot een volwassen boom wel 30 jaar duren. Ja, maar goed, dat weten we wel. We hebben een aantal boompjes geplant zelf. Ook wel wat aangeschaft. En daar gaat wat tijd overheen. Maar ik vind het juist mooi, want we zijn van plan om lang in het huis te blijven wonen waar we nu wonen. En dan is het juist leuk om dat te zien groeien in de tijd eigenlijk. Ja. Elke tuin een kruin is handig omdat je dan bijvoorbeeld schaduw hebt. Tegen de zon. Het is ook koeler in je tuin. Je krijgt andere beestjes in je tuin en die hebben een plek nodig. Want die in de stad kunnen ze eigenlijk nog het beste overleven, zeg maar. Dus als je in elke tuin een boompje hebt, dan wordt het in de stad een stuk groener en gezonder en beter voor iedereen. Het is niet altijd duidelijk welke zaailing van welke soort is. We gaan het zien en het wordt ongetwijfeld mooi. Een verrassing. Het wordt een verrassing. Aan de ene kant zorgen we ervoor dat de parken goed beheerd blijven op deze manier. Zodat er allerlei andere planten een kans krijgen om te groeien. En aan de andere kant hebben we gewoon gratis bomen die we kunnen uitdelen aan Leidenaars. En dat zorgt ervoor dat er meer schaduwplekken komen in de stad. Dat er meer plekken komen waar water opgevangen wordt door die bomen. Dus daardoor zorgen we ervoor dat er veel meer bomen in de stad komen. En dat is natuurlijk heel mooi. Bert, beukenboom. Op het plein tussen de Zeilwijkschool en de Dukdolf in de Leidse Merenwijk is dinsdagochtend een tiny forest aangeplant. Samen met GroenLinks-wethouder Ashley North onthulden twee leerlingen de naam van het minibos, het Regenboogbos, genoemd naar de straat waar de scholen aan zitten. De gemeente Leiden zocht voor de aanleg van dit vierde Leidse tiny forest de samenwerking met IVN Natuureducatie. We doen het echt samen met de school. We komen daar ook gastlessen geven. En we leiden de kinderen van groep 5, 6 op tot mini-boswachters van hun eigen bos. Dus ze krijgen van tevoren een lesje. We leren ze planten. Maar we gaan ze ook leren hoe ze daarover kunnen vertellen. En hoe ze het bosje kunnen onderzoeken. Hoe groeit dat bos nou? Wat kun je er allemaal vinden? Wat maakt dat bosje zo bijzonder? Waarom is dat nou zo belangrijk, een tiny forest in de stad? Nou, er zijn meerdere redenen waarom het zo belangrijk is. We brengen de natuur dichter bij de mensen. Niet overal in de stad heb je groen in de buurt. En kinderen groeien steeds vaker op zonder de natuur echt te leren kennen. Nou, dat kan op deze manier eigenlijk heel dicht bij huis. Het planten, maar ook gewoon het genieten van die natuur. Maar daarnaast leveren we natuurlijk ook een kleine bijdrage aan de klimaatproblematiek waar je steeds vaker over hoort. Bomen zorgen gewoon voor wat minder warmte, houden wat water vast en heel veel biodiversiteit. En het tiny forest is nu nog letterlijk echt heel erg tiny, want je plant echt hele kleine boompjes aan. Heeft dat ook nog een reden dat je begint met zulke kleine boompjes? Ja, zeker. Nou, het maakt het ten eerste makkelijker om te planten met de kinderen. Als je hier met enorme bomen aankomt, wordt dat heel lastig. We planten ook heel veel bomen dicht op elkaar aan. En dat is ook makkelijker met kleine boompjes. En dat zorgt ervoor dat ze eigenlijk heel snel gaan groeien straks. En dat maakt het extra mooi, want de kinderen zien hun eigen boompje opgroeien tot iets waar ze straks al niet meer bij kunnen. Dus ze planten iets wat ze kunnen meten. En na 2 jaar kunnen ze eigenlijk de top al niet meer meten. Ja, die beleving is toch wel een heel belangrijk aspect daar ook van. Ja, zeker als je natuurlijk zelf je boom hebt geplant, dan is het echt je eigen boom. Dat maakt het natuurlijk ook heel bijzonder. Ja, zeker. Nou, je ziet achter me denk ik ook wel dat ze zijn bezig met boomschijfjes aan de bomen ophangen. Daar mogen ze hun naam op schrijven en daarmee adopteren ze naast het bos ook echt een eigen boompje. Ja, en die zien ze de komende jaar gewoon uitgroeien tot een volwassen boom. Wij hebben een boompje geplant en daar zijn we heel blij mee.
dat we ook in Leiden bij de scholen wat groens kunnen maken. Nou, ik heb dus gegraven en ik heb hem erin gestopt en toen heb ik hem weer ingegraven, dus zoiets. En ik heb, ja. Was dat leuk? Ja, ik vond het superleuk. Heb jij zelf een tuin? Ja. En staan daar ook bomen in? Ja, olijvenbomen. Even naar de toekomst, zeg over 10 jaar. Hoe ziet de Tiny Forest er dan uit? Dan is het niet meer zo heel erg tiny natuurlijk. Nee, in oppervlakte wel, maar in hoogte verwachten we heel, heel hoge bomen. Het is nog een beetje de vraag hoe het over 10 jaar uitziet. Het oudste Tiny Forest is nu 1 jaartje of 6. Maar we zien dat het enorm de lucht inschiet. En dat je hier binnen 2-3 jaar eigenlijk al in een mini oerwoudje loopt. Dus dat voorspelt eigenlijk alleen maar heel veel goeds. Dus eigenlijk heeft gewoon iedere stad zijn eigen Tiny Forest nodig? Iedere stad, ik zou daar aan toe willen voegen, elke buurt zou eigenlijk een eigen Tiny Forest moeten hebben. Alleen. Ja, kijk eens goed, dan zie je fellows om je heen. En als je belt, dan kom je overal doorheen. Zonneschijn, dat komt altijd naar de ring. Maar je bent niet alleen, niet alleen. Ja, kijk eens goed, dan zie je fellows om je heen. En als je belt, dan kom je overal doorheen. Zonneschijn, dat komt altijd naar de ring. Ik wou dansen met de duivel. Die pedalen, soms had ik niet eens stuivers. Ik word wakker, pak muesli, maar er is geen zuivel. Niet eens brood in de vriezer, zie alleen maar kruimels. En ik zat weer in het duister. Met 1000 brieven van inkassos in een tas. Ik had een fiets met lekke banden en geen money op mijn pas. Al mijn vrienden gingen uit en spenden money in de stad. Ik drong mijn stress weg, maar morgen is het weer fucked up. Ik word wakker, ik was smoken, maar ik voel me nog steeds brak. Op een dag was het dat die shit me opbrak. Ik heb schulden bij instanties, ook bij vrienden en mijn fam. Al mijn boosheid en verdriet is inspiratie voor mijn pen. Ik kon het niet beseffen, maar zette mezelf klem. Het is raar om te zien dat je je eigen vijand bent. Het is raar om te zien dat je je eigen vijand bent. Je bent niet alleen, niet alleen. Kijk eens goed, dan zie je fellows om je heen. En als je belt, dan kom je overal doorheen. Zonneschijn, dat komt altijd naar de ring. Maar je bent niet alleen, niet alleen. Kijk eens goed, dan zie je fellows om je heen. En als je belt, dan kom je overal doorheen. Zonneschijn, dat komt altijd naar de ring. Ik bleef mezelf verdoven, zodat ik niet meer nadacht. Mentaal was ik op, ik wist al lang dat ik verslaafd was. Ik ging naar de huisarts en ik zei hem, ik ben ziek. Ik kan al jaren niet meer stoppen, stuur me maar naar een kliniek. Heb het 10 keer uitgesteld en daarna ben ik nog verhuisd. Een nieuwe stad, een kleine flat en ik voel me er niet thuis. 11 dagen in kliniek en toen liep ik er weer uit. Ik zou vliegen naar Zuid-Afrika, maar iets zat op mijn huid. Niet luister naar die duivel, want hij zit in je hoofd. Het klinkt raar uit mijn mond, ik heb het jaren gepromoot. Maar anders was gevangenis in richting of de dood. Ik ben dankbaar voor de meetings, anders lag ik in de goot, Keesje. Ik had geen hoop meer. Ik zag geen licht meer aan het einde van de tunnel. Nu ik zie een bron van licht en het verwelkomt je. Je bent niet alleen. Je bent niet alleen. Niet alleen. En kijk eens goed, dan zie je fellows om je heen. En als je belt, dan kom je overal doorheen. Zonneschijn, dat komt altijd naar de ring. Maar je bent niet alleen. Niet alleen. En kijk eens goed, dan zie je fellows om je heen. En als je belt, dan kom je overal doorheen. Zonneschijn, dat komt altijd naar de ring. Ja man, that's it. Je bent niet alleen. Nu overal te streamen, Keesje. Het aanzicht van een aantal stegen in de Leidse binnenstad werd donderdag drastisch onder handen genomen. Voor tv-opnames werden de achtergevels van enkele winkels en horecazaken tijdelijk omgetoverd tot roze buurt. Wij zijn hier een filmset aan het opbouwen voor de serie Bestseller Boy. En van deze steeg in Leiden maken we eigenlijk een stukje wallen in Amsterdam. We hebben hier wat aangebouwd. We hebben hier een dame tegen de gevel gezet. Zometeen wordt alles mooi uitgelicht met rode lampjes. En dan zijn we op de wallen.
En wat gaat er allemaal gebeuren in de hoerenbuurt? Nou ja, we hebben hier wat scènes met onze hoofdrolspeler Momo. Zijn neef beheert het sekstheater. Dus hij komt hier vaak langs op zijn brommer en dan spreken ze elkaar. Zulke soort scènetjes een beetje hiervoor en hier in het steegje. In de etalage van de tassenwinkel van Robin Stickford is al jaren heel wat leer te vinden. Ja, inderdaad. Ledenwaren, dat komt bij ons meer, dat komt bij ons meer terecht op de tassen. En de centuren en de handschoenen. Dit zijn ook ledenwaren die misschien ook nog wel eens misschien iets in de toekomst kunnen gaan betekenen voor ons. Een grapje natuurlijk. De ondernemer is trots op het feit dat zijn winkel in de serie wordt gebruikt. En dat is niet voor het eerst. Het is gewoon een hele goede locatie waar ze ook eerder baantje op hebben genomen. Dus vandaar dat ze weer naar ons toe kwamen om te vragen of ze gebruik mochten maken van onze winkel. Als je kijkt naar de grachtjes en dergelijke, dan komt dat best wel overeen met Amsterdam. En vandaar dat het een uitgelezen locatie is om de filmset op te zetten. De serie Bestseller Boy is volgend jaar te zien op televisie. Hij wordt uitgezonden door AfroTros. Ik ben hier wel fan van. Ja, ik ga voor die, denk ik. Oh, ja. Dan komt het allemaal wel op. Horeca groothandel Sligro verraste de medewerkers van de Leidse ziekenhuizen vrijdagochtend met iets lekkers. Bij het LUMC gingen de dozen met lekkernijen het eerst open. We hebben boterletters meegenomen, de S van Sinterklaas natuurlijk en stiekem van Sligro. En kruidnoten, de strooimelansjes en de bakkers pepernoten. Ik denk dat iedereen wel weet wat er in het land gaande is en dat er momenteel weer heel erg veel gebeurt in de ziekenhuizen. Dat de druk heel groot is. En van de week zei ik tegen Arno, de directeur van Sligro, van vorig jaar hebben we wat leuks voor ziekenhuizen gedaan en laten we dit jaar ze niet vergeten. Want iedereen vindt het ondertussen een beetje normaal dat de druk is in die ziekenhuizen. We vergeten wat lekkere dingen te geven, maar wij hadden gelukkig nog lekkere Sinterklaasspullen. En we dachten, die gaan we eens even lekker uitdelen in de regio Leiden aan de ziekenhuizen, aan de medewerkers. Die op Sinterklaasavond helaas waarschijnlijk zullen moeten werken. Dan hebben ze in ieder geval, als ze koffie drinken of pauze hebben, wat lekkers erbij. Wat toch aan herinnert dat het Sinterklaasavond is. Ja, we zijn goed bezig met minder personeel, zeg maar. En dat alle bedden gewoon wel door moeten gaan en ze toch wel aanpakken. Maar ja, dit maakt toch wel wat beter, denk ik. Daarna vertrok de vrachtauto naar Leiderdorp, waar de zorgmedewerkers van het Alrijnen ziekenhuis hun tractatie kregen. De verpleegkundigen die werken zo hard, iedere dag weer. Het is altijd fijn als je weet dat er ook andere mensen buiten het ziekenhuis om je denken en je niet vergeten. Wat vind je zelf het lekkerst? De pepernoten, want ja, die krijg je niet zo vaak. Hè?